Het is eigenlijk dankzij de N-VA dat er sinds 2004 een inburgeringsbeleid is via bijvoorbeeld het inburgeringsdecreet of de sociale wooncode hebben wij er toch voor gezorgd dat migratie en inburgering een belangrijk onderwerp geworden zijn. Ik denk dat een goed inburgeringsbeleid gebaseerd is op wederzijdse inspanningen van zowel de nieuwkomer als de overheid. De nieuwkomer moet eigenlijk verplicht worden om mee in te stappen in een inburgeringstraject. En daar staat dan tegenover dat de Vlaamse overheid de inspanningen van de nieuwkomer beter moet valoriseren door middel van de uitreiking van een inburgeringsattest. En op die manier krijgt de nieuwkomer ook kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien pleiten wij er ook voor dat de nieuwkomers in het land van herkomst reeds kunnen zich voorbereiden op hun komst naar ons land. Op die manier zal de integratie ook vlotter verlopen. Ik denk dat er een groot contrast is tussen wat het federaal niveau realiseert en wat Vlaanderen probeert te doen. Momenteel denk ik dat België het verprutst door bijvoorbeeld de snelbelgwet en de ongecontroleerde migratie-instroom. Langs de andere kant probeert Vlaanderen een goed onthaalbeleid uit te bouwen, maar op die manier is het echt wel dweilen met de kraan open. Ik denk zeker niet dat ik een uitzondering ben, want op verschillende lijsten in verschillende provincies staan mensen van vreemde origine. Zo heb je in Brussel Linda Mbungu, die van Congolese afkomst is. En in Assen heb je Isolda Bagirova, die van Georgische afkomst is. Dus zo zijn er nog wel een aantal op de lijst.